drie keer raden over welke Apollo we het deze keer gaan hebben. Zou dat Apollo 1 zijn of Apollo 20? Nee, we hebben het vandaag over Apollo 16. En we hebben dus al... Sorry. We hebben het al gehad over Apollo 17 en Apollo 12. Maar Apollo 16 moet je natuurlijk ook niet vergeten. Het is wel belangrijk bij dit soort gezeur dat het niet te lang duurt. Dus welk filmpje... Kijk, deze duurt dus bijna een half uur. Hier weet ik de tijd eventjes niet van. Deze duurt ook een half uur. Oh, maar die is wel leuk. Eigenlijk wil ik dit wel zien, wat die achterover de... Ja, het is dan een korte. Drie... En heb je hier nog een secret story. Maar dit is een conspiracy. Dat kan niet anders. En hier zie je weer de octagon. Het ding daarvan. Goed, laten we als eerste even... Het is Apollo 16, hè? Dit is geen conspiracy hoax of zo. Dit is gewoon de echte Apollo 16. Ja, kom ik even mijn best doen. Moet ik zo klikken die klik. Komt ie. Het ding kan nog rijden ook. Zelfs met Apollo 16. Kijk eens man, wat een bobbels. Al dat stof, dat ding dat rijdt maar door. Ik heb hier bijna niks aan toe te voegen. Geweldig mooi. Ja. En ook wel heel mooi. Dat ding kan ook terugrijden. Maar dat komt natuurlijk, ja, dat sturen, dat werkt dus prima. Het is gewoon echt, ja, het is gewoon geweldig. En die stofwolken en, ja. Oh, jee. En wat ik ook heel goed vind, is dat ze een antenne hebben gemaakt op dat karretje. Zodat dat karretje lekker wiebelig signalen naar de aarde kan sturen. Oh, jee, dat. Oké. Ja, big crater ahead. Nee, ik vind het gewoon... Dit is zo overtuigend. Wij zijn naar de maan geweest. Dat kan niet anders. Dit kan op aarde alleen maar in een studio gemaakt worden of zo. Ja, oh! Ai. Wat gebeurt daar nou? Nee, hij moest natuurlijk een scientific experiment doen, maar... Oh, hij komt weer terug. Oh, geweldig. Ja, dat parapluutje blijft goed staan. Kijk, en die schaduw, dat is wel een mooie verandering. Ja, it's a no-no. Dan geef ik nog één andere kan vinden, hoor. Eén venster. Dan gaan we nog even kijken. Die werkt niet. Deze. Even reclame weghalen. Apollo 16, mensen. Dus dit is officieel Apollo 16. Ja.
7, 5, 4, C, 2, 1, O. Ja. National Aeronauts. NASA. The Dawn of Day. Geweldig. Inside the astronaut quarters, its relaxed crew ate Sunday breakfast. John Young, a veteran of three previous space flights, was commander. Ken Mattingly, command module pilot, would conduct orbital experiments around the moon, while Charles Duke explored the lunar surface with Young. April 22nd. Young and Duke would find themselves strapped into a small electric car called the Rover, bouncing across the lunar plateau known as Descartes. Ik stop deze film heel even. Ik ga even iets controleren. Ik heb het even nagekeken. Maar inderdaad, er was iets raars daarnet. Maar dat zullen we met die andere Apollo's nog wel... Hoeveel Apollo's hebben we nou gehad? Ja? Apollo 17 heb ik gedaan. Apollo 12 heb ik gedaan. En nu Apollo 16. Dit is dus echt Apollo 16. Ik dacht eventjes dat ik voor de gek gehouden werd, maar dat is niet zo. Zullen we hier op klikken? Kijken wat er gebeurt. Altijd lachen. Young, Mattingly en Duke, Apollo 16. Ik hoor helemaal niks, ik zie alleen maar een logootje. Ho. Ik doe even pauze. Dit is dus, daar staat breakfast en pre-launch operations. En die breakfast hebben jullie in dat vorige stukje ook gezien. Hè? En dat letterlijk wat je hier ziet, zo'n break, dit echt NASA of zo, hè? Saturn launch control, we're at T-minus 2 hours, 56 seconds, and counting. I logged the hatch going closed at the T-minus 2 hour and 7 minutes. En die mensen die zitten gewoon rustig de krant te lezen. En, ja, maak zich nergens zorgen over, want ze gaan namelijk helemaal niet naar de maan. Ze zitten gewoon lekker daar te brunchen. Ze gaan, als ze een beetje mazzel hebben, vanavond naar de nudie bar. Kijk eens, het feit dat je dus van iemand een filmpje maakt terwijl hij een stapeltje donuts zit weg te werken met aardbeienjam of zo. Dat bewijst niet dat je naar de maan bent gegaan. Ik kan die foto's er nog even bij halen die ik dus heb als bewijs dat ik met mijn dochter naar Turkije ben gegaan. En daar heb ik nog meer bewijzen van trouwens. Maar dit is dus geen bewijs dat je naar de maan bent gegaan. Het is wel een bewijs dat die man in dat witte polo shirtje, die kan goed kouwen. Die weet ook hoe die heel een beetje weg moet werken. Ze toch. Het is te droevig om te lachen. En dan viel de audio viel ook nog weg. Hè? Ja. Volgens mij is dit de allergoedkoopste Apollo film ooit gemaakt.
Dit kostte echt helemaal niks. Het was alleen maar één. Ik ben dus... dus mensenlieve... Kijk, wij zijn naar de maan geweest. Dat kan je gewoon zien. Je moet gewoon naar deze film kijken. En Apollo 16 is zeker naar de maan geweest. Met al die kranten die ze lazen. Ja, mensen. En de comics, hè. Ja. Maar dat was dus bij iedere maanlanding. Daar heb ik dus eventjes gecheckt tussendoor. Maan, dinges, operatie. Steeds doen ze dat ontbijt gebeuren. En het happy doen. En een beetje in de krant. Een beetje lachen over dingen. Gewoon, dat heet... verminderen of zo. Het doen alsof het allemaal een grapje is. Oh, de audio gaat weer aan. Pas op, mensen. Ja, dat gaat goed. Ja, dat gaat helemaal geweldig. Ja, dat is ook... Maar dit is dus geen bewijs dat je aan de maan bent geweest, hè? Dit is een bewijs dat je... een of ander clownspak aan kan doen met een beetje goede hairdo. En deze man heeft twee microfoontjes. Ja, twee microfoontjes. Voor alle zekerheid, hè. Dat hij stereo kan praten. In ieder geval zijn stem goed doorkomt. Als het ene microfoontje uitvalt, dan heb je het andere microfoontje nog. En hij zit in een hele fijne stoel, hè, die astronaut. Ziet u dat? Oh, deze astronaut, die is gebit aan het indoen. Oh nee, wat is hij nou aan het doen? Wat doet hij nou? Oh, en er zit een smiley erachter. Man, iedereen is happy. Ja, want ze gaan namelijk helemaal niet aan de maan. Ze zitten hier al een beetje... Oké, de audio gaat weer aan, mensen. Oh... Oké, nou heeft hij dus echt een vissenkom op zijn hoofd. Maar dat hoeft niet de hele tijd hoor, mensen. Dat is alleen maar tijdens deze fitting. Gaan even kijken of alles past. Ja. Ja, dan krijgen ze dus zuurstof uit hun pakken zelf. Dit is scary shit, man. Je moet het maar durven, hè. Om met zo'n vissenkom op je hoofd... Ah, deze man, die moest het een tijdje doen. En die mocht daarna lekker naar de nudie bar. Echt hoor. Deze man is niet naar de maan gegaan. Ja. Dat is, onzin. Ja. Zien jullie het? Oh, kijk. Oh, ja. Hij snapt het ook. Ja, ik moet even... Oh, nou is hij een beetje moe geworden. Hij ligt gewoon in de kantine... Hij heeft echt zoiets van, ik zie het niet meer zitten. En de assistent, dat is een soort Zwarte Piet of zo. En die gaat van alles even corrigeren, mensen. Van, maar gelukkig is er nog een... er zijn heel veel mensen. Oh, wow, het is wel een mooie omgeving. Ja, we zijn op de maan geweest. Kijk, deze astronaut is doodop volgens jullie. Toch, of niet? Ach, en zijn hoofd zit helemaal onder het bolletje. Ja. Ze moeten wel een beetje lachen. Ja. Het is... Maar niet echt... Ja, het is niet echt een... En wat gebeurt hier dan allemaal? Oh, kijk, ze lezen nog... Een boekje lezen. Kijk, mensen. Okay, als je wil weten dat wij naar de maan zijn gegaan.
hoef je alleen maar deze video te bekijken. En dan weet je zeker dat wij naar de maan zijn gegaan. Het is gewoon uiterlijk duidelijk. Nog meer. Oh, gelukkig valt de audio weer uit. Met die vervelende piep erin. Oh, is hij weer terug. T-minus 1 hour. Ja, ja. Ja, we zien het hier gewoon. Weet je wel. Het is overduidelijk. Ja, we zijn aan de maan geweest. Oké, dan komen ze. Het was dan ook echt iedere keer hetzelfde. Van die koffertjes. Inspector Gadget. En lekkere wijfjes erbij. Ja, en een beetje ja, security. Ja. Man, dit is ook mooi. Wat is dit dan? En de audio valt ook weer uit, hè? Is dat, is dat Mars? Oh, audio, oké. Oh nee, er komt een bus. Oh nee. Daar zit de vaste astronaut in. We've also just received word that King Hussein has landed at the airstrip on Cape Kennedy and will be over to the Kennedy Space Center shortly to view the launch. Our countdown is continuing here at Kennedy Space Center. We'll switch now to the Mission Control Center in Houston for a status there. This is Apollo Control Houston at minus 1 hour and counting. The worldwide... Ja, we zitten dus 1 uur. Oké, daar komen ze. The network is clean without discrepancy. Ik weet natuurlijk niet of ik tegen al te jonge mensen praat, maar in mijn tijd hadden we het begrip Teletubby. Dat waren beestjes en die leefden in Lala-land. En als je dat nog weet, omdat je oud genoeg bent, dan moet je even naar die astronauten opnieuw kijken en dan zie je het wel. En als je het ziet, dan snap je het ook. Kijk eens, blote benen van die vrouw. Hot legs turning me on. NASA, dat is ook wel leuk. De NASA, die wordt door de orthodoxe christenen never a straight answer genoemd. Dat is zo'n grapje. Dat is echt zo. Niets ten nadele van die orthodoxe christenen natuurlijk. Oh, de audio valt weer uit. Geweldig. Iedereen is verbaasd. Waar is de audio gebleven? Hoe kan het nou? Oh, Apollo 16. Ja, we zijn er nog steeds. Hey, gelukkig de audio is terug. Gaan ze dan weer dat busje in? Wanneer gaat die kutraket nou een keer omhoog? Nou, deze man die is heel overtuigend. We zijn naar de maan geweest. Dat kan niet anders. Bedoel, als je zo'n polo shirt aan kan hebben. En je horloge bij je hebt. En je bent naar de kapper. Oh kijk, daar komen ze weer. Oké, ze gaan weer met de koffertjes. Hoppakee, het busje in, ja. Maar wanneer gaan we nou naar de baan, weet je? Oké.
Oké, dan gaat die bus gaan er weer rijden natuurlijk. Ja, busje komt zo, busje komt zo, dan gaat het busje weg. Kijk, nu kan je echt zien, we zijn aan de maan geweest, maar we hebben een busje laten rijden. Met drie Michelin mannetjes erin, met allemaal een koffertje. Dus dat kan niet anders, we zijn aan de maan geweest. Oké, nu zijn we zijn nu op de maan? Nee, nee, we zijn nog niet op de maan. Nou, ik wil echt, bij deze wil ik gewoon de Apollo 16 missie tot de meest grappige missie verkondigen. Dat is gewoon een hele goeie. Oké, dus een view van boven. Oh jee. Ja, ja. Dat je er overheen durft te lopen. Oh jee. Geweldig, ik vind het heel overtuigend. We zijn echt. Oh, er komt iemand achteraan. Ja, we zijn echt aan de maan geweest. Het kan niet anders. Waar zijn we nou dan? Nu zijn we gewoon in die raket. Nee, dit is gewoon wat anders. Dit heeft niks te maken met die raket. Maar we moeten nog steeds naar de maan. Oh, en eventjes heel grappig. Ik kan het niet aanwijzen. Maar hier is wel een vreemd symbool. Het is een occult symbool. Transfer test was just conducted. During this test, the flight vehicle batteries take on the workload, having been shared up to that point by an external source. We've gone back to that external source again, and we'll stay on that, saving the flight batteries until the final minute, approximately 50 seconds in the countdown. Superintendent of Range Operations. Ah, goed, die raket die moet nog omhoog, dat weten we zeker. En wat gebeurt er allemaal? Wat zijn ze hier aan het doen, man? Ook al, dit is het vlak voor de lancering of zo. Er staat een man met zo'n vissenkom op zijn hoofd en die staat een beetje rechts. Wat gebeurt hier nou? Mijn e-mailadres is perry7@mac.com. Als je mij nou vertelt wat hier nou aan de hand is. Wat zijn deze mensen? Toen ik klein was, had je een serie die heette Comedy Capers. Er waren politieagenten die deden alleen maar hele stomme dingen. De André van Duin Show of zo. Ja, oké, nou is die meneer Visserkom. Volgens mij is die man met een rode hoedje. Die is de baas. Ja, of die man met die vissenkom op zijn hoofd. Oh, er komt een man met een wit hoedje. Ja, dit is gewoon, dit is, iedereen kan het met me eens zijn. Dit is het bewijs dat we naar de maan zijn gegaan. Want dit is zo overtuigend. Want ook die handjes in zijn zij.
This is Kennedy Launch Control. Ja, maar dat duurt nog een tijdje voordat we echt gaan launchen. De audio valt nu even uit. Maar aan mijn kant heb ik ook een probleem, want de microfoon die hangt een beetje te laag. Dus ik ga nu even een heel naar geluid maken. Ik ga gewoon lekker door, hè, want dit is natuurlijk allemaal. Dit is gewoon het bewijs dat we met de Apollo 16 naar de maan zijn gegaan. Oh. En dan moeten die mannetjes die. Ja, maar dat mannetje met het rode petje die. Is zoiets van. Ik geloof het wel, het is allemaal wel goed. Ja. En wat een hoop mensen eromheen, ja, controleren. Ja, dit is gewoon geweldig. Hè? Eindelijk gaan we de deur... gaat het wel goed met die deur dichtmaken? Ja, want ze moeten naar de maan. Natuurlijk niet. Ze gaan vanavond naar de nudie bar. This is Apollo Saturn launch control. Okay. T-minus 27 minutes 58 seconds and counting. Ja, en nu gaat hij echt dicht. Oké. Mooi zo. Ja. Eindelijk, ja. Ja, dat is heel geloofwaardig. Ik bedoel, dit soort films hadden nooit gemaakt kunnen worden als we niet naar de maan waren gegaan. Kijk, en dit bijvoorbeeld ook. Dit is een 004. Dit ook. Jullie weet je gelijk, we zijn naar de maan gegaan. Dit is zo overtuigend. Vinden jullie niet? The problem which we spoke of earlier, the problem with a backup yaw gyro, has been resolved and we have been given a go for launch. All possible modes of failure were evaluated should this be a problem with flight hardware, and it was determined after evaluating each of these that they would have no impact on the mission. Dat is geweldig. Zo overtuigend. Dat je dit soort opnames bij elkaar weet te zetten. En dat is gewoon de Apollo 16. Dat kan iedereen zien. We zijn echt aan de maan geweest, mensen. Dit is zo overtuigend. Oh jee, oké. Dan gaan we weer omhoog. Oké. Misschien zal ik even zwijgen en dan gaan we dit eventjes doorspoelen. Of ik vul de tijd op. Doorspoelen is... Ja, kijk. Hebben jullie ooit de Thunderbirds gezien? Oké, hier zet ik me even stil. Wat je hier ziet... Dat denk je aan 4, maar je ziet 8. Dit is de octagon. 16. Also the manned spaceflight network has indicated they are ready to support. An earlier problem with a power dropout in a switching station in Monrovia, West Virginia. Nou, dit is ook een bullcrap. En dit is een vage opname. Dit is helemaal niks. Dit is ook een helemaal niks. En nu valt de audio weer weg. Oké, nu is weer een zaal vol met vrijmetselaars. Toneelspelers. This is Apollo Saturn launch control. Weer atmosferische storing.
Kijk, vrijmetselaars zijn niet. Ze zijn een beetje kleuterachtig. Als je die de hele tijd scherp in beeld houdt, dan ziet iedereen wat voor morons. Zal ik hem even stilzetten? Wat voor morons dat zijn. En daarom de hele tijd die storingen ertussendoor. A short time ago, the S2 start tank chill down began. This is chilling that system to prepare it to accept the extremely cold liquid hydrogen. Computer checks are underway also at this time. A check going on is the check of the vehicle. A liquid hydrogen. Of oxygen? Ik denk oxygen, of wat zei hij nou? Waar heeft hij het over? En wat zit er allemaal op die... Ik kan het niet... als ik hier klik... En dat is ook zo'n raar beeld. En dit is helemaal... distorted, op zijn Engels. Hè? Het is verbogen. Echt een hele vage opname. En deze mensen hadden beschikking over Hasselblads. Digital computer, to be sure that it's in the prepared to launch mode. dit zijn dus gewoon, hoeveel Teletubbies zie je hier? En die van het kistje zo erbij. Het is geen film, hè, mensen, het is gewoon een foto. We zijn nog steeds zwaar in afwachting dat die kutraketten komen. Oké, Kennedy. Cape Canaveral en zo. Nou, gebeurt er nog wat? Wanneer gaat die raketten keer? Oh, ik krijg een fade-out. Oh, nou van de andere kant. Apollo Saturn launch control, T-minus 10 minutes and counting. And we just heard from the spacecraft. Oh ja, dat duurt nog heel lang, mensen. Dat wordt nog. Dat wordt dus 10 minuten nog wachten. Meer. Ik kan die raket niet in er omhoog. Ja. Dus de Apollo countdown ook. Hoe ze het noemen is iedere keer anders, hè? Dus minutes to lift off of minutes to whatever. En nu is het Apollo countdown. Maar goed blijven opletten, want dat is... Shit, we hebben nog 9 minuten te gaan. Gelukkig komt iemand in beeld. Ja, de... Ja. Casper is named after Casper the Ghost, a television comic character, and there is a mixture of both humor and science. Ja, dit is gewoon... We will be back now, launch in about 8.5 minutes. So we're going to bring you all of that after this one. Launch in 7 minutes and 20... Oké, okay, we hebben een minuutje verder. Dat scheelt weer. Die man die daar in de achtergrond heen en weer loopt. Okay. And if something goes wrong, even now at this moment, and they have to get away from all that fuel they're sitting on, they can press various buttons, and that is actually a jet. It will pull them off in their spacecraft, off the tower. It has been armed. It was armed about a half an hour ago, and it's ready to go. Now, if they take off, when they take off, and should something go wrong, that escape tower still is important to them. Up until about 3 minutes into the flight, that's a heel interesting wrong, they can from the Saturn rocket below them.
je ziet de hele tijd dingen van rechts naar links zwaaien. En je krijgt nu een heel verhaal dat die astronauten... Ja, die, als er problemen komen, dan kunnen ze naar de command module toe. En dan komt alles goed. Oké, weer een andere opname. Nog 6 minuten te gaan. Oh, dit is echt boring. Emergency detection system has now been placed in the launch mode. Houston flight has also indicated that they are go for the automatic sequencer. At the T-minus 3:07 mark, the launch will go on the automatic sequencer. And from that point on, the launch will be automatically handled by the sequencer. Kijk, en dit uitzoomen. Oké, dat slaat helemaal nergens op. En dit is dan weer met atmosferische storingen. Zo. Mission Director Chet Lee. Echt, wij zijn echt naar de maan gegaan. Hè? Dus, kijk eens. En het hele beeld, dat valt helemaal weg. Ja? Je ziet helemaal geen raket meer staan, toch? Wel, zie je nog een raket staan? Ja. Helemaal niks. Ja. Oké, dat is hier weer die meneer terug. Ja. En kijken wie daar in de achtergrond heen en weer lopen. Even kijken, daar links staat iemand. En er komt een bootje binnen. Oh nee, dan loopt hij. Oké, rijdt iemand van links erin. Oh, kijk. Ja. Ja, echt happy days, man. Happy days. Maar we hebben nog 4,5 minuut. Totdat de lancering komt. Gelukkig. Dan kunnen we even gaan controleren of de raket het nog doet. Nee, nu zie ik de raket in beeld komen. Nee, sorry, je houdt mij niet voor de gek, maar de raket verschijnt. Nu zie ik waar de raket is, ja. En de wind komt van links deze keer. Want de liquid oxygen, dus de vloeibare zuurstof, toch? Was het toch? Ja, die waait van links naar rechts. En we zitten dus in de Apollo. Oh, dat is even een atmosferische storing. We zitten in de Apollo countdown. Iedereen zit in spanning achter zijn tv. Gaat dit wel goed? Met dit soort videokwaliteit heb ik zo mijn twijfels. Want als je... Oh, maar daar is als de reporter weer terug. En ik wil geen copyright infringements maken, maar doet jullie denken aan Monty Python? En nou, for something completely different. Als je nog even moet plassen, dat nu snel doen, want over 2, dan gaat dat ding omhoog. Dat geloof je toch zelf niet. Goed, we kunnen er gewoon over eens zijn dat de NASA, die heeft gewoon niet, die heeft dus wel van die Hasselblads kunnen bemachtigen, maar ze kunnen die Hasselblads niet scherp stellen. die NASA-lui, die kan je gewoon een camera geven van €10.000. Maar die lopen ermee in de rotte te wapperen. Als een orang-outang. Als ik even Indonesisch mag spreken.
een bosmannetje. Een op. Ja, ik vind wel dat deze opnames, die zijn zonder meer beter van kwaliteit dan die opnames van het Pentagon. Met dat 9-11 gezeur van die lui. Ja. Daar ga ik het nou niet over hebben natuurlijk, want als je het over 9-11 hebt, dan haken alle luisteraars af. Mensen, gewoon volhouden. Even plassen, nu snel zijn. We hebben nog 1 minuut. En dan gaat de raket omhoog. Ja. Ja, maar dit is... Ja, we zijn echt aan de maag. Dat kan niet anders. Als je dit soort opnames hebt... Dan ben je naar de maan gegaan, dat kan niet anders. Van lekkere wijven die een hamburger gaan eten en een grote raket. Ja, ook een flatgebouw. Oh, een man met een stropdas. Oké, computers. Ja, oké, nee, hou alleen. Oké. Hoppa. Oh, mijn god. Wat gaat hier gebeuren? Ja, dit is zo overtuigend, hè? Oh, nee. Ja, Houston dit en Houston dat, hè? Echt totaal. Ja. En die echo. Ik weet niet of jullie die goed kunnen horen, maar die echo is echt apart. Die paradoe, paradoe. Hier krijg je het weer gevaar. Kijk, ik ben van de generatie. Ik heb naar de Thunderbirds gekeken als kind. En ik was, ik vond het wel eng, moet ik zeggen. Ja. Aan de andere kant kon ik heel goed zien dat het gewoon poppenkast was. Ja. Dit is poppenkast. Zo'n Jan Klaassen en Katrijn of zo. Deze camera valt weer weg. Oké, okay, en wie heeft de camera hier in handen? En zien jullie de octagon? Ik zet hem even stil, hè? Maar iedere keer die hoekjes worden afgeblokt en deze dan niet. Ja. Maar dat maakt niet uit, hè, voor die laag. Maar dat doen ze, ze creëren de spin. Hè? De spin heeft 8 poten. Nou, dit staat helemaal nergens op. Helemaal atmosferische storingen. We hadden heel veel atmosferische storingen, dus we zijn naar de maan geweest. Ja, ja, dit is ook echt, ja. Ja, man, nautical miles, hoorden jullie dat? Ja. Wat is een nautical mile? Ja. 1,8 kilometer volgens mij of zo. Dat is gewoon helemaal niks dit. En dat geruis. En waar was deze camera gepositioneerd? Kon die dit door de wolken? Oh, en nog een camera. Oh, dan 2 nautical miles, zo zeg. En dat is toch. Maar dit is geweldig mooi, hè? Als je. Alleen dit beeld al ziet. Ja. Heb je eens een vlakje links, vlakje rechts, vlakje daaronder, vlakje daaronder. En je ziet helemaal niks. En dat is het punt.
seconds. The giant first stage falling away now. It's day's work completed. Apollo 16 now 46 nautical miles in altitude, 80 nautical miles downrange. Coming up on Skirtsep and tower jettison. En het beeld rechtsonder. Oh jee, dat ding gaat weer terug. Ja, dit is gewoon overtuigend bewijs dat wij naar de maan zijn gegaan. Dat kan niet anders. Oké, het beeld valt weer weg. Ja. Oh, jammer zeg. Oh jee, jee, jee. Oh ja. We herstellen ons. Ja. Gewoon, het is echt geweldig. Dit doet een beetje te lang, hè? Dus ik ga een beetje. Alhoewel. Is er ook wel niet te verstaan. Oké, dit is poere. Kijk. Nog even terug. Zien jullie dat bolletje hier? Dat is zo'n UFO'tje. Een unidentified flying object. En dit is niet echt, mensen. Dit kan je niet geloven dat dit echt gefilmd is. Ja, we zijn aan de maan geweest. Dat kan niet anders. Als je dit soort beelden ziet, dan weet je gewoon dat je aan de maan bent geweest. En de volgorde klopt ook helemaal, want we hebben net een lancering gezien. En we zitten nu nog te wachten of zo. Ik weet niet waar we nu zitten. Kijken. Dit is zo onderhoudend. Dit is echt... dit is wel heel jammer, want nu gaan de kleuren weer. Ach, shit. De kleuren vallen helemaal weg. Oh, en nu is het hele beeld weg. Shit. Wij moeten meer geld aan de NASA geven, hoor. Want ze moeten gewoon... Ja, beter... Och, wat een pech hebben die mensen. Oh jee, daar valt de wereldbeeld. Oh. Mensen, waar zitten we nu naar te kijken? Dit is de onderkant van de lanceerinstallatie. Maar de raket is toch al weg, of niet? Of moet die raket nou nog weggaan? Door rechts onderin zie ik een raket, toch duidelijk. Ja, dit is... Dit is voor mij het bewijs dat wij naar de maan zijn gegaan. Even kijken wat ze allemaal gaan doen, hoor. Het duurt niet zo heel lang meer, toch? Even kijken of het nog wat gek komt. Kijk, dit is ook een mooie. Kijk, hier wordt niet gelogen. Hier wordt gewoon gezegd dat dit is gewoon een tekenfilmpje. Een animatie. Ze zeggen dat ook gewoon. Dit is een animatie. Dat is gewoon een... dat kan je zelf ook maken. Moet je heel open... ja. Het is gewoon een fake, heet dat wel. Ja. Namaak. 8 minutes 35 seconds, Apollo 16.
Gewoon van tevoren oefenen hoe het moet. Kijk deze. Ik heb helemaal geen zin om dit ding stil te zetten, maar als je dit ding, deze film stilzet en je gaat alles aanwijzen, dit is zo stupide. En in die tijd komen ze mensen met dit soort beelden en worden gek houden. En dat is schande voor ons. En fijn zou het zijn als wij een nieuw soort mensen krijgen. Oh, wat gebeurt hier? Oh, shit. Het is allemaal nog animatie. En fijn zou het zijn als wij een nieuw soort mensen krijgen die snappen dat dit niet kan. Dit gaat gewoon niet. Dit kan helemaal niet. Dit is bullcrap. Dan kan je het wel Apollo 16 noemen. En een jong Mattingly en Doek. Oké, in deze opname die je linksboven ziet. Waar stond die camera? Was dat een Stable Space Station of zo? Maar dit is weer een animation, dus dat is gewoon getekend. Nou, en dit geloven jullie natuurlijk ook wel. Hè? Dit is gewoon een echte animation. Is dat Apollo 16, hè, mensen? Nu krijgen we hier een aantal vrijmetselaars in beeld met een stropdas. Oh jee, man. Live from Cape Kennedy. De camera verschuif er even, ja. Shit. Ja. Ja, mensen, we zijn echt aan de maan geweest. Dat kan niet anders. Dit is zo overtuigend. Het feit dat je een animatie weet te maken. Hè? Een animatie kan maken van een raket. Als je dat alleen al kan, dan ben je gewoon echt aan de maan geweest. Dat weet toch iedereen met twee hersencellen. Van, kom op, hè. Oh. Maar wat ik wel zeker weet, dat Mark, op de 12 minutes 25 seconds. Houston, the range safety system is safe. The orbit is go. Roger, boy, it's just beautiful up here. Looking out the window, it's just really fantastic. Kijk. And the thing works like a champ. Ach, die astronauten vinden het echt heerlijk om naar de maan te gaan. Dat is really fantastic. Geweldig. Mark, 12 minutes 54 seconds. That enthusiastic report from orbit was from spacecraft commander John Young. Apollo 16 in what appears to be a safe orbit. Preliminary numbers show a 94. Ja, het ziet er zonder meer goed uit. Het is een safe orbit. Oké, dit is het lanceerinstallatie weer. Once again an apparent victor in its tug of war struggle with the Earth's forces of gravity. We're at 13 minutes 20 seconds ground elapsed time, and Apollo 16 is in orbit. Ja. Ja, hoor je de stilte? Ja, geweldig.
Nou, ik ben heel benieuwd. Ik wil wel dus met die Apollo 16, want hoe komen ze ook weer terug? We hebben nu allemaal animaties gezien. En hoe zijn ze nou echt thuisgekomen? En zullen we dat dan de volgende keer gaan bestuderen? Dag vrienden.